Goedemorgen mensen, de recreant hier. En deze ochtend ben ik onderweg naar Reert. En Reert, daar staan als het goed is bussen op ons te wachten om ons te vervoeren naar Oosterbierum. En wat is er dan in het hoge noorden te doen? De Slachtenmarathon. De Slachtenmarathon, dat is een marathon over een oude zeedijk. Als ik het goed begrepen heb, en dat is nu dus al helemaal ingepolderd met allemaal land, maar vroeger zag het er heel anders uit daar. Nou, ik heb me opgegeven voor de hele marathon, dus 42 kilometer en 195 meter. En die loopt dan vanaf Oosterbierum weer terug naar Reert. Dus we parkeren de auto's in Reert en we worden met bussen weggebracht. Ondanks dat het weer, weersvoorspelling, niet echt mooi is, denk ik wel dat het genieten wordt. Want er zullen allerlei soorten activiteiten zijn langs de route en door de dorpjes waar je komt. Nou ja, wordt weer genieten. En ik heb mijn GoPro mee, dus jullie kunnen ook weer nagenieten na mijn loopje van 42 kilometer. Door het hoge noorden. Nou, we zijn net gedropt, dus uit de bus gezet en we moeten nog een klein stukje lopen naar het startterrein. En ja, het druppelt een heel klein beetje, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Zo, dan over de startstreep gaan, gaat de netto tijd lopen. Slachten die marathon. We zien jullie terug. Straks in Raart. Los. De eerste regendruppels ook, maar dat mag de pret niet baten. We hebben er zin in.
Hey, Frans, jongen! Hey, jonge man! Jonge man! Even links wachten. Dat is zeker. Dankjewel. Hey, mannen. Succes! Jo, bedankt. Jullie ook, hè? Ja, dank u. Goedemorgen. Naar het lichaam. Ik heb weer last van een hoge hartslag, dus ik moet gewoon af en toe even wandelen en mijn hartslag laten zakken. Is niet anders. Ik ben
En boven die 42, daar telde maar rustig een 150, 200 meter bij, hoor. Hallo mensen, nou ja, dit was mijn slachtenmarathon. En ja, het begint al voor de finish goed. Ik trek mijn jasje uit en ik trek zo de korsten van mijn schaafwond af. Dus het was direct 1,5 bloed. Dus moest direct al naar de EHBO toe. Vandaar ik helemaal achter in het veld starten. Maar ja, dat geeft niks. Gelukkig zijn die mensen er, zijn vrijwillig. En zijn ja, super. Maar goed, dit waren dus de beelden van mijn slachtenmarathon. Ik had wel meer willen filmen, maar ja, mijn focus zat in mijn hartslag. En ik had een hele hoge hartslag iedere keer, waardoor ik de laatste 10 kilometer zeker af en toe heb moeten wandelen, gewoon om mijn hartslag te laten zakken. Vandaar dat ik niet mijn hoofd echt bij het filmen heb gehad, maar meer bij mijn welzijn. En dan moet je goed luisteren naar het lichaam en dat heb ik denk ik wel gedaan. Ik heb het uitgelopen, ik heb toch wel genoten, ondanks een bak water wat we op ons hebben gekregen. Het was een mooie loop en ik ben er ook wel blij mee. Ik zeg tot de volgende keer.